gewoon beeldend kunstenaar. Zo zou ik mezelf omschrijven. En mijn achtergrond is inderdaad in graffiti en in grafisch ontwerp. Dus je zou kunnen zeggen dat die twee stromingen een soort van voor de beeldtaal nu vormen. Maar ik ben niet meer soort van gebonden aan die twee disciplines of zo. Want dat zijn wel echt hele specifieke dingen. En ik denk dat ik nu gewoon heel breed mijn praktijk zou beschouwen. Nou ja, graffiti is echt iets heel specifieks. Het verschil tussen waarbij een individu, dus hij of zij, een alter ego voor zichzelf creëert. Dus je kiest een naam voor jezelf uit. En het spelletje van graffiti is om die naam zo bekend mogelijk te maken. Dus zo vaak mogelijk op dingen te schrijven om eigenlijk aan de rest van de graffiti-wereld te laten zien van kijk, dit ben ik, hier, ik doe het meeste, ik doe het beste. Je kan het een beetje zien als een soort van een race zonder winnaar. Dus er is gewoon iedereen probeert zo ver mogelijk aan kop te blijven door zo vaak mogelijk die naam te herhalen op plekken die zoveel mogelijk gezien worden. Dus op treinen, langs de snelweg, langs het spoor. Het is vaak illegaal, mag niet. Dus dat is graffiti. Het is heel beperkt in een bepaald opzicht, maar dan ook, weer super breed qua beeldtaal. En wat ik nu doe is iets heel anders. Het is gewoon werk op doek maken en ik ben niet meer per se gebonden aan die naam of zo. Ik ben gewoon, kan nu alles maken wat ik wil. In welk medium ik dat dan ook wil. Dus het zij bronsculptuur, werk op doek, werk op papier. Graffiti is ook per definitie in de openbare ruimte. Dus dat is ook niet per se bij mij het geval natuurlijk. Het gaat over taal, ja. En ik denk dat dat wel zijn oorsprong heeft in graffiti. Omdat dat dus ook, omdat je dus die naam voor jezelf kiest, is dat eigenlijk altijd gebaseerd op letters. Op een bepaalde lettercombinatie. Bij mij was dat dus Kinos. Die letters heb ik gekozen om die zoveel mogelijk te verspreiden. Binnen die scene of zo. En daar komt denk ik, omdat ik dus heel erg met letters bezig was en ook dus grafisch ontwerp heb gestudeerd, wat ook weer heel erg veel met typografie en zo te maken heeft, denk ik dat uiteindelijk dus mijn werk dat is geworden, met taal. Qua mijn belangrijkste inspiratiebron, voornaamste inspiratiebronnen, gaat een beetje met fases, denk ik. Soms heb ik echt dat ik in één keer dus, wat ik net ook zei met boeken, dat ik dan heel erg naar één kunstenaar, dat ik denk van, oh, dat is echt sick. En dat, daar wil ik meer. Dan ga ik heel erg een soort van ook een proces uitpluizen. En soms kom ik bij iemand op zijn werkplaats en dan ligt er een stapel oude kijkmagazines uit de jaren 70 en 80. Waar dus de graphics heel gedateerd van zijn, maar vind ik super vet. Dus dan kijk ik weer heel erg daar. Dan zit ik elke dag weer een beetje door die dingen heen te bladeren. Het kan echt van alles zijn. Maar ik heb wel echt geleerd om goed naar mijn omgeving te kijken. Dat was toevallig dan van de week. Dan loop ik langs een auto die echt een soort van bijna uit elkaar valt. En het is ook dan een oude Golf uit de jaren 70 of 80 of zo. Er zit dan een sticker op en dat vind ik dan echt super vet. Ik weet echt niet meer of ik hem terug kan vinden. Ja, hier. Dat is dan dit. Dan denk ik van, oh ja, dat is echt vet. Dat ga ik een keer proberen te schilderen dat zo eraf bladdert of zo. En ja, en soms zijn het inderdaad gewoon hedendaagse kunstenaars. Ik denk dat mijn werk meerdere lagen heeft in de zin van, als jij dyslectisch bent en jij kan niet lezen of schrijven, of jij kan niet inderdaad Nederlands of Engelse taal, dat je misschien alsnog wel de vorm en de kleurcombinaties en gewoon echt het puur visuele aspect misschien kan waarderen. Maar dat stukje conceptuele, dat er bij of bovenop komt, pas wel echt als je dus de Nederlandse taal ook kent, of de Nederlands-Engelse taal. En als je dat ook weet van het werk. Mijn oudste zoon is nu 2,5, bijna 3. Dus die heeft in het afgelopen jaar heeft hij dus leren praten. Echt heel snel ineens. Wat ik wel echt heel tof vind, hij heeft al echt grote woordenschat al voor zijn leeftijd. En hij praat best wel goed. En hij begint nu een beetje te tekenen en zo. Dus ik denk dat ik nu wel, ja, dat we dat steeds meer gaan doen. Ik lees hem voor elke avond wel. Hij houdt heel erg van lezen, boekjes. Dus hij is ook best wel visueel ingesteld. Dus ik moet nog een manier vinden hoe ik dat een beetje bij hem echt erin krijg. Ik zat erover na te denken, misschien kan ik mijn werk in kleurplaten vertalen of zo. En dan hem laten doen, zoiets.
Ja, het zijn dus eigenlijk een soort van kleurplaten, maar dan op transparante sheet. Dus dan projecteer ik het met de overheadprojector op doek. En dan wat je dan ziet is eigenlijk een beetje zoals je het daar dan ziet. Dan is het gewoon een lijntekening op doek. Even weghalen. En dan vervolgens is het gewoon ja, kwestie van inkleuren. Dan is het eigenlijk een soort van een kleurplaat, maar dan op doek. Soms om van die verloopjes te maken, kleurverloopjes. Dat doe ik dan met spuitbus. Maar het meeste is gewoon acryl. Dus je ziet hier waar je dan ook kijkt, zie je overal van die potjes. En dat zijn dan kleuren die meng ik dan zelf. En dat kan ik ook laten zien. Dat is dan dit. Daar heb ik dan ook weer daar heb ik een heel receptenboek heb ik daarvoor. Dat heb ik vorig jaar door een stagiair heb ik dat laten maken. Want ik heb dan een paar keer dan gehad dat ik dan halverwege in een doek ben en dat ik dan die kleur op is. En dan weet ik niet meer hoe ik hem heb aangemengd, zeg maar. Dus ik ben nu van alle kleuren ben ik aan het bijhouden hoe ik ze meng. En daar heb ik dus een heel systeem voor uitgedokterd. En dit zijn dus dan alle soort alle tinten grijs die hier ergens staan. Als je aan iemand zou vragen van wat betekent harmonie voor jou, dan weet ik zeker dat iedereen een ander antwoord zou geven. Dus dat stukje dat heeft ervoor gezorgd dat ik dat woord wilde uitbeelden op in een van mijn werken. Maar tegelijkertijd gaat dat ook over een beetje overkoepelend over hoe mijn werk tot stand komt. Want dat is, moet ook, daarvan moeten heel veel verschillende aspecten moeten met elkaar in harmonie zijn om het werk goed te laten werken in mijn ogen. Maar het is wel een soort van een visuele representatie van taal. Een beetje artistiek en het heeft heel erg als basis een soort van vorm- en kleuronderzoek. Dus het is misschien, wij hebben die stempel erop gedrukt en daarmee is het dus dan eigenlijk een soort van officieel is het dan een stroming. Als je jezelf dus dat zo begint, eigenlijk alle stromingen een beetje, die willen zich distancieren van iets anders. Ja, ik denk dat inderdaad de vorm, dat de artistieke complexiteit boven de functie van taal wordt gezet. Dus het gaat misschien niet specifiek zozeer om wat er staat, maar meer om hoe is het werk tot stand gekomen. Maar dat ze voor iedereen wat anders kunnen betekenen, dat is toch wel een soort van subjectief kunnen zijn. En dan pas daarna ga ik kijken van oké, hoe puzzel ik dat in elkaar in een werk of zo. Ik ben bijvoorbeeld die letterblokken gaan maken en toen bedacht ik, ik heb gewoon nog nooit in een werk, heb ik nog nooit een Q gedaan, bijvoorbeeld. Dus toen, daar moest ik echt over nadenken van oké, hoe ga ik dat, of hoe ziet die er tof uit? Deze werken die komen dus in de tentoonstelling of werken. Dit zijn nu nog gewoon houten blokken en die komen dus in de tentoonstelling te staan als zit-elementen. Maar die worden dus helemaal beschilderd. En dat wordt een beetje geïnspireerd op de letterblokjes waar je vroeger als kind mee woorden kon maken en kon stapelen en mee kon spelen. Ja, daar zijn ze in principe op geïnspireerd en aan elke kant komt dus een letter te staan die je dus kunt combineren door middel van te stapelen of naast elkaar te zetten. Dus ben benieuwd hoe de interactie met het publiek daarmee gaat zijn. Ja, om terug te komen op die inspiratiebron, de kleuren kan ook zeker wel een soort van inspiratiebron zijn. Gewoon, als je ergens willekeurig iets, een kleurencombinatie ziet en dat je dan gaat tenminste dan ga ik nadenken van, oh, zou dat werken in een schilderij? Of... Maar er zitten ook wel veel kleuren die dan, zeg maar, waardoor dat door de combinatie ze minder natuurlijk ogen, want hier zit bijvoorbeeld ook gewoon best wel, wat gewoon een, ja, wat is het, een beetje leverachtige kleur in of van die subtiele perzikachtige tinten. Het zijn meer inderdaad de paarse en de rozes die vaak dan de overhand hebben. Maar dat is ook, het is ook een soort van voortdurend kleuronderzoek. Zo zie ik het dan ook weer een beetje van wat werkt en wat werkt niet. En ja, er zijn natuurlijk kunstenaars die zijn hun hele leven daar mee bezig geweest. Het zijn allemaal wel, het is wel vaak wat schreeuweriger werk, inderdaad. Ik moet wel zeggen dat ik steeds meer na aan het denken ben van oké, hoe kan ik dat minder maken? Waar werk voor mij te zien is in de openbare ruimte hier in Rotterdam. Bij het Centraal Station zijn er een paar muren. In de buurt van het Centraal Station in ieder geval. In het buitenland, ja, in het buitenland best wel veel. In Miami, een paar muren gedaan de afgelopen jaren. In Japan heb ik een paar muren. China, Frankrijk, Spanje. Ik heb als ik dan zeg maar 2 weken of zo buiten sta, bij een muur op hoog werken, dan ben ik echt klaar mee. Dan zit ik echt te dromen van, ah, ik wou dat ik in de studio zat.
Maar als ik hier dan weer een paar weken zit en het is een soort van de muren komen een beetje op me af, dan denk ik van ik zou eigenlijk graag een muur willen painten. Dus een beetje dat die afwisseling is juist wat het voor mij in ieder geval interessant houdt. Dit is wat ik gewoon eigenlijk de hele dag doe. Een beetje schilderen. Dit is de eerste laag. Eigenlijk alle vlakjes die je ziet, daarom doe ik deze ook. Die moeten echt allemaal iets van 4 keer of zo. Dus het is allemaal echt super tijdrovend. Denk dat 80% van de kleuren die dak dekt niet in 1 keer. Dus het moet echt laagje voor laagje. Heel veel mensen die hebben dat ook gewoon, die vragen zich dan echt ook oprecht af van hoe dat is gemaakt. En dat vind ik wel heel tof inderdaad. Gewoon dat mensen zich niet zo goed voor kunnen stellen dat het geschilderd is. Maar tegelijkertijd is het dan ook wel weer heel tof als je ziet dat het geschilderd is, zoals hier. En daarom denk ik dat die twee soorten werk goed naast elkaar kunnen bestaan. Kijk, en soms is het dan, daarom doe ik die laagte onder. Van zo'n fluorkleur, want soms vind ik het dan juist wel weer vet dat je dat een klein beetje er doorheen ziet. Er zit voor mij, zeg maar qua waar het over gaat, niet echt verschil in het werk, het sculpturale werk en het werk aan de muur. Het proces is anders. Maar ook weer niet. Het proces begint ook met een tekening zoals deze op ruitjespapier. En die doe ik vervolgens in de computer. En ik heb dat al aan hem laten zien. Vervolgens wordt het een schaalmodelletje. En die laat ik weer laseren. Dan wordt het een houten modelletje, zoals je ze daar ziet. En ja, daar wordt weer een mal van gemaakt, van siliconenrubber. Daar giet je was in. Die wassenmodel wordt gebruikt om een maal te maken voor brons. Dus het is allemaal echt heel veel stappen. Dus het proces is anders, want dat zijn ook heel veel stappen, maar anders. Ja, ik ben inderdaad in het depot geweest en daar hebben we ook een selectie gemaakt van werken waar ik op wil reageren door middel van eigen werk op papier te maken. En dat vond ik heel tof, omdat je, misschien is dat ook een stukje voorkeur. Ik heb echt werken uitgekozen waarbij je echt heel sterk ziet dat er een grafisch ontwerp, focus op grafisch ontwerp was in een bepaalde periode. Wat ik hoop dat mensen onthouden of meekrijgen van de tentoonstelling is dat ze dan toch misschien een klein beetje anders over taal nadenken. Omdat het natuurlijk heel erg intuïtief is. Het is iets wat je echt als jong kind soort van ingebakken krijgt. En ik denk dat misschien werk zoals dat van mij, maar ook dingen als poëzie of bepaalde soort muziek of zo, dat je toch op een andere manier misschien naar taal kan laten kijken.